Hallo, ik ben Annelies. We gaan terug een receptje maken. Heb je soms het idee dat gezonde voeding zoveel tijd vergt? Wij hebben daar een oplossing voor, want eigenlijk gezond koken kan je perfect op 10 minuutjes. We gaan een gerechtje maken met courgette spaghetti, kip, tomaten en nog pijnboompietjes en olijven. Super lekker, duurt niet lang, ideaal om na het werk snel in elkaar te flansen. We gaan starten met de kip. We gaan deze goed doorbakken. Dat die zeker niet meer rauw is. In de andere pan gaan we de groentjes doen. Voilà, we doen deze erin. Even wachten tot deze glazig zijn. En dan doen we de tomatenblokjes erbij. En de courgetten mogen 3 minuutjes in kokend water. Niet te lang, want dan zijn die heel plat. En er mag nog een beetje een beet in zitten. Voilà, en nu is het nog even wachten. Dan gaan we uiteindelijk het bordje nog dresseren. De courgetten hebben 3 minuten in kokend water gelegen. En we gaan daar een streepje, een lijntje van maken. Voilà. Daarna gaan we de kip erop doen. Voilà. Even met de handen. Gaat natuurlijk iets sneller dan met de vork. En dan de tomaatjes met de pijnboompiet en de shallot. Zoals je ziet, heel veel groentjes. Voilà. En om nog lekkere gezonde vetten erbij te doen, gaan we een beetje afwerken met olijfjes. En als je het pittiger wilt, kan je nog peper en zout eraan toevoegen. En eventueel wel ook. Voilà, ons gerechtje is klaar. Wat wel heel belangrijk is, er zijn geen koolhydraten aanwezig in deze maaltijd. Dus deze maaltijd is vooral interessant wanneer je niet gaat sporten. Bij sporten is het natuurlijk belangrijk om iets van koolhydraten zoals aardappelen of pasta te gebruiken bij je gerechtje. Smakelijk!